Hey, hallo iedereen en welkom bij de nieuwe weervideo van vandaag, maandag 27 februari. We beginnen aan een nieuwe week, maar het weer is niet veranderd. We krijgen eigenlijk een doorslagje van gisteren. De dag start koud, met minima die aan de zee gezakt zijn tot rond het nulpunt of zelfs net ietsjes erboven liggen. In West-Vlaanderen liggen de temperaturen over het algemeen rond een min 1. Hier en daar is die gezakt tot een min 2 graden. In Oost-Vlaanderen zitten we tussen de min 1 en de min 2 graden. Vandaag overdag halen we dan maxima van zo'n 6 à 7 graden, maar het voelt een stuk kouder aan. Net als gisteren hebben we te maken met een goed doorstaande noordoostelijke wind. Die kan aan zee in de loop van de dag vrij krachtig tot krachtig worden, met uitschieters tot een 40 km per uur. Misschien zelfs iets meer, maar ook boven land staat een vlagerige noordoostelijke wind en net als gisteren zorgt die voor een koud en schraal gevoel. In de zon en zeker achter glas is het dus heel prima lenteweer, maar als je in de wind staat, dan voel je echt wel dat die temperaturen een stuk kouder zijn dan ze eigenlijk wel zijn. Verder is het volop zonnig, goed nieuws voor de zonnepanelen dus, maar die zon, ja, die verzilveren we dus niet echt in hoge temperaturen. Misschien dat in de loop van de dag, net als gisteren overdag, wat kleine stapelwolkjes opduiken, vooral in de middag dan, maar die verdwijnen dan weer tegen vanavond. En vanavond en vannacht wordt het dan weer koud. De temperaturen zakken net als de vorige nachten tot rond een 0 tot min 2 graden. Dat het in die heldere lucht niet kouder wordt, heeft te maken met het feit dat ook vanavond en vannacht er wind blijft staan. En doordat er wind is, wordt de lucht gemengd en krijgt de kans niet om verder af te koelen. Kijktip, net als de vorige dagen kun je na zonsondergang twee planeten zien staan in het zuidwesten. Dat zijn de planeten Jupiter en Venus. Jupiter is de bovenste, Venus de onderste. Die is ook het meest helder. Kijk misschien eens, het is echt wel de moeite waard om ze te bekijken. Ze komen trouwens nog wat dichter bij elkaar te staan. Op 1 en 2 maart staan ze het dichtst. Althans, vanuit ons oogpunt gezien dan, want in werkelijkheid staan ze 700 miljoen kilometer van elkaar. Morgen komt er tegen de ochtend dan geleidelijk aan meer bewolking binnen. We krijgen een bewolkte ochtend, er schuift een zwak frontje voorbij. Neerslag zie ik daar niet uitvallen, het zal wel droog blijven. Maar de ochtend verloopt dus toch zwaar bewolkt tot betrokken. In de loop van de middag echter komt de zon geleidelijk aan weer meer tevoorschijn. De temperaturen morgen die lopen daarbij op naar een 5 tot een 7-tal graden, vergelijkbaar met de vorige dagen. En er staat ook weer redelijk wat wind. En zeker doordat de zon eerst afwezig is, zal dat nog wat kouder aanvoelen dan de vorige dagen. Tegen de avond klaart het op en de nacht naar woensdag gaat het dan weer lichtjes vriezen, maar ook niet veel erger dan een 0 tot een min 2 graden. Woensdag overdag krijgen we dan weer veel zon te zien met een open hemel en slechts de vorming van een paar verspreide stapelwolkjes. Op langere termijn vanaf donderdag nemen we er weer even de pluim bij, zoals naar goede gewoonte. Je ziet duidelijk dat we dan naar een ander weerbeeld overschakelen. De pluim toont net als gisteren nog drie fases. De eerste fase waar we nu in zitten, met het open weerbeeld en de wat koudere nachten. Vanaf donderdag schuift er overdag geleidelijk wat meer bewolking binnen. Donderdag zowel als vrijdag krijgen we meer wolkenvelden. De zon zal nog wel te zien zijn, maar minder. De nachtelijke minima die lopen dan geleidelijk aan iets op. De lichte nachtvorst zal eruit gaan. Maar overdag maken we nog geen winst met die temperaturen. Die blijven rond die 6, 7, 8-tal graden zitten. Op langere termijn, maar dan spreken we echt al naar volgende week toe, zien we een derde fase in de pluim met geleidelijk aan meer lijntjes die omhoog gaan en ook een toenemende kans op wat verspreide neerslag. Maar dat is nog allemaal heel ver weg. Eerst maar eens profiteren van die mooie zonnige, maar wel koude dagen. Alvast bedankt voor het kijken. Het is maandag. De maandag doe ik een oproep om de video zoveel mogelijk te delen, dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Want ik krijg nog altijd heel veel reacties van mensen die blij zijn dat ze deze video voor het eerst hebben gevonden. Dus dankjewel om te delen en alvast tot morgen. Dag.